Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik met jullie kijken naar de eerste grote uitbreiding voor cacao chocolatel. En dat wordt zegt het al, er zit onder andere komt er chocola in het spelletje. Deze uitbreiding bestaat eigenlijk uit vier mini kleine uitbreidingjes die je zelf kan kiezen welke van de vier of allemaal of drie of twee. Nou, je mag zelf weten welke vier modules je toevoegt aan het spel. Alle vier de modules zijn eigenlijk vrij simpel, wijzen zich voor zich. Dus het spelletje wordt er zeker niet moeilijker door. Je krijgt alleen soms wat meer tactische keuzes. Laten we ze maar snel even langs gaan. Nou, we gaan maar gewoon het boekje langs en dan krijgen we eerst de module de kaart. Elke speler krijgt twee kaarten in zijn bezit. En normaal gesproken liggen er bij de trekstapel twee tegels. Nu komen daar vier te liggen. Dat wil zeggen, je gaat eerst twee, leg je hier op de kaart neer op het extra bordje. En daarna trek je er twee open die je ernaast legt. En dan zijn we klaar om te gaan beginnen. Moet je een tegel of twee tegels aanleggen, kies je gewoon een van de twee beschikbare tegels. Maar wil jij heel graag een tegel hebben die hier ligt, dan mag je daarvoor een van je kaarten inleveren en dan mag je zo'n tegel pakken. Per beurt mag je maar één zo'n viesje inleveren, maar stel je pakt deze tegel en je legt hem aan, dan schuift daarna het aanbod verder aan het einde van de beurt. Er komt hier weer een nieuwe tegel te liggen. Dus je ziet eigenlijk al een beetje wat er aan gaat komen. En door het betalen van zo'n kaartje mag je alvast een tegel pakken die nog niet in het gewone aanbod ligt. Dat is alles, maar het geeft je dus wel extra tactische mogelijkheden als je ineens een tegel voorbij ziet komen die je wel heel graag wil hebben. Dat je dan denkt, nou ik betaal maar even met mijn kaartje voordat een tegenstander die misschien gaat pakken. Module 2 is de watermodule. En ga je met deze module spelen, dan haal je uit het basisspel even eruit 2. Plantages met waarde 2 en 1 plantage met waarde 1. Oftewel, je hebt wat minder plantages, maar wees niet bang, daar komen er plantages die 4 opleveren voor in de plaats. En ga je het met z'n tweeën spelen, dan vervang je alleen deze twee tegels voor de waterdingen. En doet er eentje dus niet mee en hou je deze in het spel. Komt tijdens het spel een van jouw miepels te liggen aangrenzend aan de watertegel, dan mag je ervoor kiezen om één stapje achteruit te doen op het waterspoor. Dus dat kost je wel punten. En een gal daarvoor krijg je dan 4 cacao, mits je die kwijt kan. Nu heb ik al 2 cacao, dus je krijgt nog maar 3 cacao. Je kan nooit meer dan 5 cacao hebben en dat blijft ook zo. Maar tegen betaling van 1 stapje terug op het waterspoor krijg je dus 4 cacao. Sta je nog aan het begin van je waterspoor, kan je geen stapje terug doen en kan je dus ook die actie niet doen. Maar het is dus wel een mooie manier om snel aan heel veel cacao te komen. En omdat water in deze uitbreiding zo belangrijk is, is ook de starttegel, die normaal gesproken de cacao-plantage van 1 en de markt van 2 zijn, is bedoeld dat je die markt van 2 even terugdoet in de stapel en daar een watertegel voor in de plaats legt. Als derde module, degene waar ook de titel om gaat, chocola. Deze bestaat uit de chocoladeblokjes, elke speler krijgt er 5. En we hebben 6 tegels, en ook die 6 tegels gaan weer tegels uit het basisspel vervangen. De goudmijnen gaan uit het spel. En ook de markten met waarde 3 die gaan uit het spel. Maar wees niet bang, ook op deze tegels kan je je cacao gewoon voor 3 verkopen. Speel het met z'n tweeën, dan vervang je alleen een goudmijn waarde 1 en 2. En het blijft dus één van die tegels blijft ongebruikt. En met twee spelers haal je ook maar twee markten van 3 uit het spel en vervang je die voor twee van deze. Tijdens het spel kan je nog steeds alleen maar cacao verzamelen, maar die cacao kan je nu wel omgaan zetten in chocola. Daarvoor zul je dus eerst cacao moeten hebben, maar stel dat je eenmaal cacao hebt verzameld. En er komt zo'n tegel tevoorschijn en je legt daar Mipos aan. Dan mag je voor elk poppetje wat je aan de tegel laat grenzen, mag je één cacao omzetten in een chocoladereep. Dus je haalt één cacao van je bordje af en doet er een chocoladereep voor in de plaats. En in dit geval zou ik dat dus twee keer kunnen doen. De chocola komt gewoon op de plek van de cacao vakjes te liggen. En je kan dus nog steeds maar maximaal vijf items hebben. En dat kan dus of cacao zijn of... Chocola of een mix daarvan, maar het mag nog steeds niet meer dan vijf zijn. En waarom zou je cacao om willen zetten in chocola? Nou, dat is natuurlijk met deze tegels. Als je hier aanlegt, mag je nog steeds één cacao aan de bank verkopen als je dat hebt voor drie muntjes. Maar je mag ook chocola inleveren en voor elke chocoladereep krijg je maar liefst zeven muntjes. Dus daar vallen een stuk meer punten mee te halen. Dus dat is de chocolademodule. En gaan we alweer door naar de vierde en laatste module: De Hutte. In de doos zitten maar liefst 12 verschillende hutten en die zijn ook nog eens dubbelzijdig, dus je hebt 24 mogelijkheden. En het is eigenlijk de bedoeling, je mag natuurlijk ook zelf je kanten uitkiezen, maar het is de bedoeling dat je ze een beetje husselt en dat je dan maar gewoon kijkt hoe het komt te liggen. En dan ga je ze even voor dit overzicht, kan je ze sorteren op prijs van laag naar hoog. En vanaf nu mag elke speler aan het einde van zijn beurt kiezen of je een hut wil kopen. Je betaalt de kosten die daar groot bovenaan staan. Dus je moet de muntjes in je bezit hebben, die lever je in en dan mag je de hut kopen met de kosten die je betaald hebt. En die geven jou een voordeeltje. Bijvoorbeeld voor 6 muntjes kan je deze kopen. En aan het einde van het spel is elke cacao wat je nog in je voorraad hebt is ook nog 1 muntje waard. En voor wie denkt: Hé, hey, je kan maar maximaal 5 goud in je voorraad hebben, dus dat levert mij 5 munten op, waarom zou ik er dan 6 voor betalen? Die zes munten die tellen ook nog gewoon als punten aan het einde van het spel. Dus je krijgt en de punten die hut waard is plus de bonussen van je hut. Bijvoorbeeld hier deze kan je kopen voor 16 muntjes. Maar aan het einde van het spel is deze tegel in totaal dan 20 muntjes waard. Want je krijgt 4 muntjes bonus. En zo zijn er in totaal 14 verschillende soorten hutten. Voor je dat leuk vindt om te weten, nou, die kan nog even blijven kijken. En anders kan je nu stoppen met kijken. Maar je kan dus een hut omzetten geld omzetten in een hut dat kost je wel geld dat je moet inleveren maar je krijgt het ook weer terug aan het einde van het spel door de waarde van de hut plus dan de bonus die op de hut staat en laat ik ze voor de volledigheid even allemaal langs gaan sommige hutjes hebben dus dezelfde functionaliteit maar bijvoorbeeld met een ander getalletje erop anyway koop je deze hut voor vier muntjes dan mag je de rest van het spel je cacao verkopen in plaats van voor twee muntjes krijg jij er bij de markt van twee krijg jij er drie muntjes voor en met deze hut krijg je aan het einde van het spel punten voor elke worker die niet aan een jungle tegel grenst. Dus in dit geval zou dat rood aan het einde van het spel drie punten opleveren voor deze tegel. Met deze hut ga je kijken in welke rij of kolom jij de meeste tegels in jouw kleur hebt liggen. En zoveel tegels als je daar hebt liggen, zoveel punten krijg je. De handelaar, net al benoemd, voor elk cacao die je overhoudt aan het einde van het spel krijg je nog één bonuspunt. Deze werkt bijvoorbeeld mooi samen met de wateruitbreiding. Krijg jij in één beurt vier cacao, dan mag je een vijfde bonus gratis pakken. Mits je dan dus nog wel die plek hebt op je bordje. Dus deze is alleen te gebruiken als je aan het begin van je beurt nog geen cacao hebt liggen en in je beurt er vier krijgt. Dus, jamaan, normaal gesproken heb je een tegel gebouwd en bel je daar later in het spel nog een tegel overheen, dan moest je daarvoor zo'n zonnemunt inleveren. Heb je deze shaman gekocht, dan hoef je die munt niet in te leveren en dat is dus weer punten aan het einde van het spel voor elke munt die je nog hebt. Koop je de monnik hut, dan mag je aan het einde van het spel één punt bijtellen voor elke tempel waar jij minstens één poppetje aan hebt grenzen. Met deze wil je juist hutten gaan sparen, want aan het einde van het spel krijg je één muntje extra voor alle andere hutten die je hebt. De voorman geeft je een bonus poppetje als je tijdens het spel en je hebt deze hut een tegeltje neerlegt waar drie poppetjes op staan, dan mag je die tellen als vier poppetjes. En dus een extra actie. Met deze wil je gaan focussen op het water. Sta je aan het einde van het spelletje op de 16, dan krijg je nog eens 4 bonuspunten. En de laatste 4 hutten zijn ook de 4 duurste hutten uit deze module. En die geef je gewoon extra goud aan het einde van het spel. Dus jouw investering van 24 munten is aan het einde van het spel 30 punten waard. En dat is wat je allemaal met de hutten kan doen. En dat zijn de vier modules voor de uitbreiding cacao chocola die je dus los of allemaal tegelijkertijd kan toevoegen aan het spelletje. We hebben een soort landkaart waarop alvast te zien is welke twee tegels hierna beschikbaar gaan worden. En tegen betaling van één landkaart, en elke speler krijgt er twee aan het begin van het spel, tegen betaling van één landkaart mag je alvast daar een tegeltje wegpikken. Dan hebben we de watertegels. Je gaat één stapje achteruit op het waterspoor, maar daarvoor krijg je wel maar liefst vier cacao in één keer. Met de module chocola kan je die cacao vervolgens om gaan zetten in chocola. En dat is een lucratieve business, want voor het inleveren van één chocola krijg je maar liefst 7 muntjes. En tot slot hebben we dan nog die hutten en die kan je kopen als een investering. Je betaalt er wel voor, maar dat geld is aan het einde van het spel ook gewoon punten waard. Plus je krijgt dan een bonusje van elke hut die je gekocht hebt. Kortom, genoeg variatie in dit doosje en mochten jullie nog vragen over een van de modules of over cacao in het algemeen hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter.gmail.com Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer!